Ja, ik had een kleintje gekocht, maar ik heb het daarna ook pas gezien dat ik het hier kon laten planten. Dus nou ja, wie weet gaat hij lekker groeien. In een groenstrook langs de plek waar momenteel knooppunt Ommedijk wordt aangelegd, ligt het kerstbomenasiel van de Leidse Stichting Vrij Groen. Mensen kunnen in januari dan hun boom brengen na de kerst. En dan kijken we of die goed is, of die genoeg wortels heeft, of die niet uitgedroogd is. En dan planten we die met de registratie op de naam van die mensen, zodat ze hem in december weer kunnen ophalen tegen asielkostenvergoeding. Het is dit jaar voor het eerst dat we de prijs verhoogd hebben, nu naar 12 euro. Dus het is eigenlijk heel weinig. Ik ben ook gewoon bewuster geworden en ik zag het in de krant staan. En toen dacht ik, wauw, dat is een goed idee. We hebben een groep vrijwilligers van een man of 12. En, het werk is gewoon zorgen dat het onkruid niet over de bomen heen groeit. En, water geven als het een droge periode is, dat zijn echt de belangrijkste dingen. Verder snoeien we een beetje, zodat de vorm een beetje blijft. Als het in leven kan blijven hier, dat zou ik fantastisch vinden. Als er heel veel mensen dat zouden doen, dan is het helemaal mooi natuurlijk. Na een jaar zorgen voor de kerstbomen van anderen kiest Lunsing thuis al jaren voor een viering zonder boom. Wij waren nooit thuis met kerst. Ja, verder staat mijn woonkamer sowieso vol met planten. Dus om daar ook nog een kerstboom tussen te zetten is een beetje... Ik kan ook een plant versieren, weet je.